Vandaag shotgun shells van de barbecue. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Volgens mij zie ik een barstje. Ogenblik. Fixen we. Ik denk een jaar of 8 geleden. Toen moest ik een hele serie maken voor een bedrijf met Italiaanse gerechten op de barbecue. Een van die dingen die ik toen bedacht had, was gevulde cannelloni op de barbecue. En wat zie ik? Een paar jaar later zie ik een of andere Amerikaan, die had dat ook gedaan. Tenminste, een variatie erop natuurlijk. En die had dat shotgun shells genoemd. Nou, vond ik briljant. Ik denk, nou, die ga ik dan ook maken. Hartstikke mooi, want dat is echt een mooi barbecue hapje. Ziet er geweldig uit. Kikken. Snacks zijn het eigenlijk. En je kunt er ook gewoon een bijgerechtje bij doen. Dan heb je gewoon echt een dinertje. Ziet er super gaaf uit. Dus dat gaan we maken. En dat gaan we doen vandaag. Vandaag op de gasbarbecue. Als je thuis geen gasbarbecue hebt, geen enkel probleem. Dat kan op een houtskoolbarbecue, kan op een smoker. Maakt allemaal helemaal niks uit. Ik wil wel mooi rook toe gaan voegen. Ik doe het vandaag dus op de Napoleon Prestige 500. De Phantom. Is die gaaf of is die gaaf? Dit is eigenlijk de Phantom Rogue on steroids, zeg maar. Waanzinnig apparaat. Helemaal te gek. Ik zal er meer op gaan koken de komende video's. Maar een beetje rook toevoegen, zei ik al. Dat doe ik door middel van een rookdoosje op de gasbuis te plaatsen. En dan krijgen die shotgun shells mooi een subtiele rook mee. Dus dat is de bedoeling. Nou, we gaan hem vullen met gehak. Heerlijk gehak. Natuurlijk haal ik mijn spullen altijd bij Meatfish. Hè. Dit is Black Angus gehakt. En daar zit 20 vet en 80 vlees verhouding. Je zou half om half kunnen gebruiken. Want, kijk, als je een te droog, te mager gehakt neemt, dat is niet helemaal goed. Want dit is natuurlijk, dat zijn gedroogde pasta's. En ze moeten wel een beetje dat vocht kunnen hebben om mooi zacht te worden. Dus ik zou zeggen, laten we maar eens beginnen. Als het ware een soort vulling gaan we maken. We gaan beginnen met een klein shallotje. Die gaan we eventjes klein snipperen. Rood pepertje. En dat is net wat je aan kan. Ik doe ongeveer een halfje erin. Meteen mooi in kleine stukjes. Kan erbij. Augurkjes uit het zoetzuur. Augurkjes gaan daarbij. Wat komt er nog meer bij? Spinazie. Op de eerste plaats voor de smaak. Maar zeker niet onbelangrijk, in spinazie zit ontzettend veel vocht. En ik vertelde al, we willen die cannelloni's mooi week krijgen. Dus die spinazie helpt daar enorm bij. Die gaan we garof hakken. Ja, en wat komt er nog meer bij? Natuurlijk moeten wij onze patronen vullen met hagel. Twee bakjes. Eén bakje met kappertjes voor dat zuurtje. Leuke verrassing. En ander bakje met groene peperkorrels. Dus dan is elke keer weer afwachten of die raak is of niet. Voel je hem? Meng hem gewoon door elkaar. Hartstikke leuk. Ziet er visueel straks ook nog mooi uit. Als je zo'n bite neemt, een pepertje of een kappertje erbij. Goeie dingen. Ik pak er handschoentjes bij. En dan gaan we mengen. Peper en zout. Daar mag ik eigenlijk nog niks over zeggen. Maar ik ben bezig met een paar heerlijke rups. Dus daar gaat hier wat van in. Dit is echt, moet je denken aan basis tijm, rozemarijn. Beetje chilipeper, knoflook, dat soort smaakjes. Gewoon voor rundvlees. Maar als jij een, weet ik veel, gooi erin wat je lekker vindt. Spinazie. Dit mengen we mooi er doorheen. Wat kappertjes. Hier en daar. En de groene peperkorrels. Gaaf. Nou, de hoeveelheid zout moet je een klein beetje in de gaten houden. Want als jij ook een barbecue rub gebruikt waar nog veel zout in zit. En vaak zit er in een rub wel 70% zout hoor. Dan moet je natuurlijk wat minder zouten. Daar gaat dadelijk ook nog wat gerookt spek overheen. Bacon, dat is natuurlijk ook zo zout als te eten. Dus een klein beetje in de peiling houden. Mooi, als dit allemaal goed door elkaar zit, kun je twee dingen doen. Je kunt veel meer dingen doen. Maar je kunt onder andere het volgende doen. Je kunt die hele gehaktbende in een spuitzak doen. En dan zo mooi
die bende vullen. Je kunt het ook in een keukenmachine malen. Dan krijg je meer zo'n fars. Hè. Dan krijg je echt een heel fijn gemalen gehakt. Dat kan. Dat is prima. En dan een spuitzakje bijvoorbeeld. Maar je kunt ook proberen om gewoon eerst gewoon te vullen met de vingers. En het allermakkelijkste gaat het gewoon recht naar beneden drukken. Tot aan de bodem. Stukje gevuld. En eigenlijk gewoon simpelweg blijven drukken tot die vol zit. Is niet moeilijk. Nou zijn die dingen natuurlijk super kwetsbaar, dus pas op dat ze niet breken. Zo, dat laatste toefje kun je gewoon goed aandrukken. Dit is nummer 1. En door. Mooi. Ik heb hartstikke mooi gerookt spek. En die heb ik in een extra dikke plakken laten snijden. Dit is gewoon 2 mm dik. Kun je gewoon aangeven bij die mannen van Meatfish. Doen ze gewoon, hè. Ik wil die plakken eventjes aan één kant gaan lakken. Met wat barbecue saus. Voor de smaak. En weer een klein beetje voor dat vocht, hè. Dus daarvoor nemen wij een pinsel. En wat barbecue saus. Fungeert natuurlijk ook als lijm, hè? Win, win, win. Triple win. Oké, je kunt ervoor kiezen om eventjes de buitenkantjes met een stukje spek af te sluiten. Dat kan. Dan hou je het gehakt natuurlijk allemaal binnen in de shell. Maar met een beetje voorzichtig bakken, dan moet dat ook wel lukken zonder. Ik probeer het zonder, want anders heb ik gewoon spek te weinig, ben ik bang. Rolletjes met lekkere dingen. Ik ga de barbecue aansteken. Eerst eventjes een rookdoosje vullen met hout. En deze is speciaal voor die Napoleon, voor dit soort type barbecues. Die komen dus rechtstreeks boven die vlamverdelers. Zo, ik gebruik wat hickory snippers. En dat hoef je op een gasbarbecue niet nat te maken. Er zit geen rechtstreekse vlam onder. Hè? Dus het metaal beschermt het. Dus voordat het gaat roken moet het eerst echt verdampen. Dus vocht moet er weer uit. En dan pas krijg je rook. Dus kun je net zo goed gewoon droog houden. Dan gaat het veel en veel sneller. En heb je meteen vanaf seconde 1 een mooie zuivere rook. Dat is het verhaal. Mooi knopje voor het lichtje. Gewoon gaaf. Ik wil zo meteen mijn shotguns. Die wil ik in het midden hebben. Indirect. Dat betekent dus rechts en links een brander aan. En het midden juist niet. Dus niet rechtstreeks boven de hete vlammen. Dus wat ik ga doen. Ik haal er een rooster uit. Mega zwaar gegoten RVS trouwens. Hè? Niet normaal dit. Dus hier komt dat rookdoosje. Ik haal de vlamverdeler eruit. Dat hoeft niet per se trouwens. Hier komt hij op. Aansteken. Ik ruik hem al meteen die rook. Gaat super snel. Ik zet hem niet te hoog. Want je hebt ook kans dat je het ding meteen in de hand zet. En dan heb je heel weinig rookopbrengst. Dat is ook zonde. Dus ik zet hem even op half vol. Dekseltje dicht. En dan kunnen mijn shotgun shells erop. Ik ga deze jongens straks ook nog aflakken. Maar de reden waarom ik dat nog niet doe, is dat ik niet wil dat de rook gaat hechten aan mijn saus. Maar juist aan de bacon. En zo op deze manier wordt de bacon knapperiger. Zo snel gaat dat. Deze brander nog aan. Voem. En nu proberen we 180 graden te handhaven. Staat al mooi te roken, zoals je kunt zien. Kun je nog herinneren dat ik zo'n lekkere cheese whiz heb gemaakt? Zo'n kaassaus. Weet je, zo'n caloriebommetje bij de Philly cheesesteak. Niet gezien heb, check hem. Ga ik nog een keer maken. Iets anders, hè? Iets lopender. Maar ditmaal op de zijbrander met geraspte cheddar. Ook hier zit weer een dik gegoten RVS de rooster op, wat je dus op 2 standen kunt zetten. Je kan hem iets hoger zetten als je dat wil. Voem. En je ziet het waarschijnlijk niet, maar je voelt dit echt. In een paar tellen tussen de 800 en 900 graden.
Daar hebben ze een woord voor, hè? We zetten hem natuurlijk niet op standje 100. We zetten hem gewoon even laag. Een eetlepel boter. En een gelijk deel bloem. 2-3 minuten eventjes garen. Die bloem moet even gaar worden. En dan voorzichtig dat je het niet laat verbranden. Vooral met zo'n sizzle zone gaat dat natuurlijk super hard als je niet oppast. En dan steeds een beetje erbij. En op dit punt bepaal je eigenlijk de dikte van je saus. Hè? Dus hoe meer melk, hoe dunner de saus. Natuurlijk rekening houden dat er zo nog kaas bij komt. Hè? Dus dan wordt die sowieso dikker. Zo, we roeren tot alle klontjes weg zijn. Ik zet hem eventjes uit. Wat basis peper en zout gaat er vast in. Ik heb hier een heel mooi stuk cheddar. Dik brok. Die rasp ik er even doorheen. Niet alles, hè. Niet alles. Even blijven roeren. En hij wordt oranjener en oranjesener. Geweldig. Die kaassaus, die is weer kicken, hè. Dat is echt geweldig dit. Waanzinnig. Dus ik zou zeggen, vandaag de shotgun shells. Morgen de Philly cheesesteak. Die barbecue die staat dus perfect, hè, op 180. Die staat op half. Die staat op 80% ongeveer. Houdt al mooi een poosje 180 graden aan. Goeie dingen. Alles bij elkaar heeft dit gerechtje ongeveer een minuutje of 40 nodig. En de laatste 10, 12 minuutjes eventjes aflakken natuurlijk met die barbecue saus. Je favoriete barbecue saus. Maakt niet zoveel uit. Ik zou hem alleen niet te heftig nemen. Dus niet van die hele uitgesproken barbecue sausen waarvan je ze knallen je muil krijgt. Vooral niet de gerookte barbecue saus. Zou ik niet doen. Maar goed. Moet ik zelf weten. Oh, trouwens. Even een disclaimer, hè. Heb je nou zo'n apparaat, zo'n sizzle zone, en je gaat met die kaas aan de gang. Zorg dan dat je niet in die sizzle zone knoeit. Want dan gaat hij verstopt zitten. En dat wil je niet. Volgens mij staat dat zelfs in de gebruiksaanwijzing. Ik hou natuurlijk van een beetje spanning, hè. Living on the edge. Maar mocht er nou toch een beetje kaas in die sizzle zone vallen, zorg dan dat je hem aan laat staan. Gewoon eventjes 5 minuutjes. Dan verbrandt dat. Dat verdwijnt gewoon helemaal. En dan is er niks aan de hand. Dus mocht je knoeien, met wat dan ook, aan laat staan. En hitte, pyrolyse, dat laat alles oplossen en verdwijnen. Een tip voordat je mij dadelijk een brief gaat sturen. Want hey, nu heb ik mijn sizzlezone in de kloten. Dankzij die kaassaus voor jou. We zijn goed en wel 25 minuutjes onderweg. Ik draai ze even een keertje om. We zijn nu 40, misschien 45 minuutjes verder. Die dingen zijn klaar. Een paar keer gelakt. Hier mijn kaassausje. Mooi oranje geworden, maar ook wat steviger. En ik wil dadelijk dippen, dus hij moet weer eventjes terug zacht worden. Dus ik zet hem op de sizzle zone even kort. En dan ga ik een bordje opmaken. En een bordje opmaken, ik zat meer te denken aan een beetje Amerikaans. Hier hebben ze een aantal woorden voor. Het mooiste woordje is natuurlijk gewoon mand. Dus ik wou dit gewoon lekker als fingerfood gaan opdienen. Want zoals mijn kanaal heet, van super eenvoudig tot mega culinair. En dit behoort natuurlijk in die eerste categorie. Vind je dit nou leuk? Vind je dit nou leuke video's? Dan zou ik zeggen, overweeg dan eventjes om op die abonneerknop te rammen. Dan ben je namelijk geabonneerd, kost helemaal niks. Maar dan zie je wel elke keer een nieuw videootje van mij online verschijnen. Belletje bijdrukken en natuurlijk dat duimpje omhoog. Goed, kunnen ze eraf. En kijk eens hoe fantastisch die gasten eruit zien, jongens. Oh, 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 oh. Echt zeer goede luchten hier. Zo, en dat was mijn plan eigenlijk. Kijk, om ze nog meer op een shotgun te laten lijken. Was dit het idee. Drukken in de saus. Hak, mooi kruidig. Ah, een peperkorreltje. Jawel. Raak. Oh, lekker. Echt
De pasta is super mooi gegaard. Shotgun shells. Maken. Leuk dat je de hele video hebt afgekeken. Wil je nou meer van deze video's zien? Overweeg dan om mijn merchandise te kopen, want daarmee ondersteun je dit kanaal, zodat ik deze video's kan blijven maken. Ik heb gave t-shirts, snijplanken, leren schorten. Check maar eens. Helemaal geweldig. Ja, filmpjes zoals bijvoorbeeld deze van vorige week. Deze. En abonneren kan, hè. Daarvoor moet je op mijn gezicht drukken. Daar komt-ie.